Namens de organisatie Oldambt Cultuur heet ik u van harte welkom. Land Art, daar ging het om tijdens de opening van de kunstmanifestatie rondom Walkens. Drie verschillende kunstenaars, Alexandra Engelfried, Marijn Vrij en Mark van Vliet, kwamen naar Finsterwolde om op het terrein van de voormalige Galerie Walkens hun creaties te presenteren. Het was de oud-directeur van het Groningen Museum, Kees van Twist, die de opening verrichtte. Daarom, Cultuur Oldambt, ga door met dit initiatief en geef een vervolg. Dat we elk jaar hier voor een aparte Albert Walkens manifestatie hier naartoe komen om van Land Art te mogen genieten. Dank u wel en hiermee wil ik deze tentoonstelling voor geopend verklaren. Harm Evert Walkens licht het belang toe van deze manifestatie. Nou ja, we schrijven hier voor de zoveelste keer nog eens een hoofdstuk aan de geschiedenis van deze plek. Het is ook een herinnering aan deze plek, maar het is ook een afscheid van deze plek. Het pand is verkocht, dus met dubbele gevoelens en met trots staan we hier om dit te presenteren aan iedereen. U heeft waarschijnlijk gesproken met enkele gasten. Hoe zijn over het algemeen de eerste ervaringen van de mensen die hier komen? Mensen zijn zeer aangenaam verrast dat we dit hebben kunnen organiseren. Ze zijn voor een deel onderdeel van die geschiedenis, omdat ze hier vaak kwamen bij mijn vader en bij mijn moeder Frederica of bij Corrie. En anderen die ervaring niet hebben opgedaan in het verleden, die voegen nu iets toe aan datgene wat ze beleven op dit moment. U heeft natuurlijk behoorlijk wat ervaring met kunst en u bent hier ook vroeger geweest. Als u dit in het kader moet plaatsen van wat er nationaal, misschien zelfs internationaal gebeurt, hoe zou u dit willen kenschetsen? Dit is typisch een vorm van land art. En ik vind eigenlijk dat Albert Walkens zijn tijd heel ver vooruit was door inderdaad opdrachten te geven. Ik weet, Oppenheimer was degene die hij vroeg om inderdaad aanwijzingen te geven hoe er gemaaid moest worden en hoe er gezaaid moest worden. Dat was hij in de 60 jaren en daarmee deed hij iets waar hij mee zijn tijd ver, ver vooruit was. Ik werk nu veel met Joop Mulder van Oero aan Sense of Place. Mm-hmm. En wat wij doen, of wat hij ook doet, is inderdaad kunstenaars de mogelijkheid te geven in het Waddengebied kunstinstallaties te maken. En ik vind inderdaad dat Albert Walkens een lichtend voorbeeld is. Inderdaad. En Oldambt neemt dat over. Ze organiseren dit. Ze geven de mogelijkheid om dit te doen. Dus dat vind ik van groot, groot belang. Ja. En ik denk, nou ja, dit landschap leent zich ervoor. Het Waddengebied, dat is per uitstek een gebied wat inspireert. Nou ja, niet voor niks zijn heel veel kunstenaars. Denk maar bijvoorbeeld aan iemand als Marten Reuling. Hier helemaal in het hoge noorden, op die boerderij, die geïnspireerd wordt door haar omgeving waar ze die kunst maakt. Mevrouw Engelfried, wat is het kunstwerk waar u maakt? Nou, dit is een uitgegraven kuil, door een graafmachine uitgegraven op mijn aanwijzing. Ik wou graag dat er een ruimte ontstond waar mensen in kunnen en waar dat ze dan helemaal omgeven worden door de materie. Ik heb op deze keileemgrond heb ik zeeklei laten brengen, dus uit een veld verderop, om de twee specifieke grondsoorten van de dollard bij elkaar te brengen. En die zeeklei geef ik vorm. Zo, ik maak het zo driedimensionaal mogelijk. Ik ben erg geïnteresseerd in het contrast tussen de ruwheid van het materiaal en de zachtheid die het lichaam daarin achterlaat. Dus, Afhankelijk of je van definities houdt, hoe moeten wij dit bekijken? Is dit performance art of is het eindresultaat toch wat geld? Ik zie het uiteindelijk zelf als sculptuur. Ik gebruik mijn lichaam als instrument om een beeld te creëren. Maar er zit natuurlijk wel een performance kant aan. Dus dat laat ik regelmatig ook zien. Dus dan ben ik in principe gewoon aan het werk om een beeld te maken. Maar dan kunnen mensen dat zien? Er ontwikkelt zich langs de A7 een serie kunstwerken die langs de A7 zijn. En je zou kunnen zeggen, dit wordt Art 7. Met een knipoog naar de beelden die er op dit moment staan. En we hebben ideeën over het vormgeven van de
poort van het Oldambt. The place to be. Om te genieten van het landschap en te genieten van kunst en cultuur. En alles wat daar vanuit de historie, vanuit het nu en, en naar het morgen te beleven is. Op de boerderij van Walkens waren meer kunstuitingen te zien, zoals een fototentoonstelling en diverse videopresentaties. Bezoekers konden zich laven aan hapjes, drankjes en jazz, gespeeld door de beroemde klarinetist Simon.